Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video van gamevideos.nl. In deze video spelen we Project Cars 2. Laten we een snelle race gaan doen. Om te kijken wat heeft dit spel ons te bieden. Laten we gaan rijden in een dikke C-klasse. C63 Coupé. En we pakken de Indianapolis Motor Speedway. Even kijken wat we allemaal kunnen aanpassen. Laps, time, 5 rondjes. Nou, de datum is allemaal wel prima, dat geloof ik wel. Zo, ik zeg we gaan full gas aan de bak. Oké, ik hoop dat mijn controller het doet in de race. Prepare for race start. Oh, dit ziet er inderdaad heel erg realistisch uit. Lol. Dit ziet eruit als het interieur van mijn eigen auto. Dus dat zit wel goed. Daar gaan we, manual control. We zijn in control van onze car. En het zijn allemaal Mercedes. Oh, dit is mooi, jongens. Dit is toch heerlijk. Allemaal C-klasses. Ai, 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 ai. Het zijn allemaal C-klasses. Het is als de hemel voor mij. Kunnen we niet een buitenview pakken of zo? Oh, kijk. Zo wisselen van camera. Het is ook wel echt een woest snelle wagen, dit. Oké. Oh, 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 wow, 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 wow. Kalm aan, jongens. En nu rijden we als laatst. Tomme. Wat een snelle bak is dit, zeg. Ik moet alleen nog wel even wennen aan hoe ik hem niet in de muur parkeer, deze wagen. Maar ja, hè, we moeten altijd even wennen aan een nieuw spel. Dus dat is niet zo gek. Met 280 gaan we even rustig de bocht in. En dan gaat het natuurlijk gewoon fout. Dus dat moeten we gewoon maar even niet doen meer. Gewoon even rustig het gas een beetje rustig laten gaan. Kijk, het gaat veel makkelijker. Dan glijdt hij echt door de bocht heen, hè, die wagen. Maar we lopen wel echt lekker achter nu. Ah, weer contact met de muur. Niet het gras in. Het is wel echt een ziek mooie wagen, dit. Maar ja, je hebt er zo weinig aan als je niet wint. En weer de muur in. Gewoon elke bocht gaan we de muur in. Zo rond de 220 km per uur. Dan rolt hij het lekkerst door de bochten heen. En het is al gauw te snel. Yes, daar gaan we al. Dat gaat lekker, dat gaat lekker. Oké, nog één rondje. Kom op, niet de muur in. En we zitten weer in de muur. Maar als je die muur eenmaal te pakken hebt, dan wordt het gewoon heel moeilijk om er weer uit te komen. Nou, die gasten zijn we gewoon al lang al verloren. Ai, 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 jongens, die muur. Ik zie de tegenstander niet meer. Ook niet in mijn binnenspiegel, dus. Maar ja, nogmaals, ik had niet echt het idee dat we echt de mist in gingen of zo, maar. Maar blijkbaar wel. Finish. Oké, nou, ik moet zeggen, niet onze beste race ooit. Totaal niet zelfs. We waren als laatste in de pot aangekomen. Dat is nog best wel beschamelijk. Even kijken, we zijn op 5 minuten 24 en de rest heeft er zo'n 5 minuten over gedaan. Ze waren gewoon echt een halve minuut te laat. RIP. Oké, even kijken, wat voor dikke wagens hebben wij allemaal in dit spel?
Heleboel merken. Even kijken. Hier Aston Martin, Audi, Bentley, BMW. Even kijken wat we gaan pakken dan. Ik wil op zich nog wel even een klein snel raceje doen. Doen we dat in een Lambo? Ja, let's do it. Opponent. Iets minder opponents. We doen hun skill ook echt even naar beneden. Mag naar beneden. We kunnen multiclass doen. Gooien we het gewoon door elkaar. Oké, nou let's go dan maar. Gaan we weer een rondje. Kijken of het nu wel wil lukken met deze Lamborghini. Als het goed is, hebben mensen nu ook een andere auto dan wij hebben. Ja, zie je, dus mensen hebben nu inderdaad andere auto's. Terwijl wij racen in deze Lamborghini. Echt een bizar dikke bak dit. Holy hell. Prepare for race start. Dus het is bijna zover. Dan beginnen we de race. Daar gaan we. Wow, ik wil niet weer uit de bocht vliegen. Het is een race van alles en nog wat hier. Woe! We zitten weer lekker in die muur. Oud en vertrouwd. Shit, we moeten naar racepositie 6. Omdat we een stukje hebben afgesneden. Dus het gas staat er weer lekker achter, zodat we onze positie weer terugkrijgen. Oh nee, de muur! Again! Dat is een heel duur grapje met deze wagen. Oké, we rijden zevende. We gaan hem even inhalen nu. Zonder dat we de muur aantikken, AUB. Dat ging best ok. Volgens mij zaten we wel tegen hem aan, Dome. Maar je kan niet alles hebben in het leven. Oké, de volgende heb ik ook al in zicht die ik wil gaan inhalen. Ik volg heel even hun remgedrag. Want ik weet dat ik anders in de muur beland. Nou. En ik heb geen zin om in de muur te belanden weer. En we remmen even een stukje af, want anders dan, nou ja, we weten het ondertussen wel. Dan zitten we weer in die muur. We zijn nu nummer 3. Ik zie de nummer 2 en de nummer 1 voor me rijden. En die wil ik graag even inhalen. Dat zal niet nu zijn, gok ik. Want die hebben eigenlijk ook wel erg snelle wagens. Want dat zijn natuurlijk niet voor niks de nummers 1 en de nummer 2. Oké, dan gaan we weer een klein stukje afremmen. En dan gaan we weer de muur in. Het zal toch ook niet zo zijn. Dat zou gewoon mensen teleurstellen, denk ik, als ik de muur niet in zou gaan. Kom op, ik moet ze bijhouden. Ja, ja. Dat heeft hem een heleboel snelheid gekost, dat grapje. We zijn nu nummer 2. En we blijven gewoon even flink gas geven. Dat was even remmen trouwens. Dat moet ook, hè? Oké, dit is de nummer 1 die ik hier wil gaan inhalen. Maar dat gaat net niet. Eventjes kalm aandoen. Kom op. Wat een snelle bak is dat, zeg. Holy hell. Dat ding trekt gewoon bij me weg. Oké, dit gaat hem worden. Bijna. Aan de kant. Ik ga je even inhalen. Rijden we nou nummer 1? Ja, we rijden nummer 1! Woehoe! En het is ook de vierde ronde. We moeten nog één rondje en dan hebben we hem gewoon te pakken. Dit is de laatste ronde van de race. En nou moet ik hem alleen nog behouden, hè, deze positie. We want this win.
Nou, moet ik alleen echt even pogen om niet die muur in te gaan. Maar als ik die muur pak, dan is het klaar. Dan word ik alsnog laatste, dat ken je wel. Dan sta ik weer achterstevoren op de baan. Nou, jullie kennen ondertussen mijn racegedrag wel. Oké. Lekker bezig, hoor. Het gaat de goede kant op. Ik doe eigenlijk liever ietsje rustiger aan nu, dan dat ik mezelf de muur inboor. Dat interieur is nice. Oké, daar komt hij. En... woe! We hebben gewonnen. Lekker, 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 lekker. En ook gewoon met 2 seconden gap erin, hè? Superleuk. Leuk dat je keek naar deze video van gamevideo's.nl, waarin we Project Cars 2 spelen. Vond je dit nou een leuke video? Laat het dan eventjes weten in de comments. Laat een likeje achter. Zou je dit een leuk spel vinden om nog een keer te spelen? Laat het dan ook vooral even weten. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doei doei!